Soldeer je wel eens draden, bijvoorbeeld in of aan een connector, of op een printplaat of een doorverbinding? Dan heb ik een heel interessant stukje uitleg voor je. We gaan namelijk kijken naar methodes voor het voorvertinnen van draden. In dit filmpje laat ik je enkele methodes zien hoe je kunt voorvertinnen en vertel ik je hoe het werk beoordeeld wordt. Mijn naam is Ramon Koch van E-Tech Trainingen. Welkom in een nieuw filmpje in onze serie over hands-on trainingen. Mocht het de eerste keer zijn dat je op ons kanaal kijkt, dan wil je misschien een beetje meer weten over onze trainingen, solderen en alle andere dingen in de elektronica. Abonneer je dan op ons kanaal, klik op het belletje, je krijgt dan een melding bij nieuwe video's. In deze video laten we een deel van het hands-on trainingsprogramma zien. Wat houdt dat in en hoe gebruiken we het onderdeel? Dat gaat over het vertinnen, ook wel voorvertinnen van draden genoemd. Mocht je nog niet bekend zijn met IPC of met een ander trainings- of certificeringsprogramma, kijk dan eerst eens naar onze andere video's over dit onderwerp. In de beschrijving hieronder vind je meer uitleg en een link naar de playlist hiervan. Zoals ik al eerder vertelde, is de hands-on training gebaseerd op de IPC/WHMA ASUS 120 standaard. In een normale spraakgebruik spreken we vaak over de ASUS 120 standaard. Dit boekwerk bevat eisen aan kabel- en draadverbindingen. Voor het maken van een draadverbinding gebruiken we meestal draad met een samengeslagen kern. In het Engels noemen ze dat ook vaak stranded core. Een draad met zo'n samengeslagen kern moet je altijd vertinnen. Uitzonderingen op de eis van het vertinnen zijn er natuurlijk ook. Denk bijvoorbeeld aan draden die onder een schroef worden vastgezet. En ook een draad die je in een krimp- of persverbinding gebruikt, mag je natuurlijk nooit vertinnen. Voordat je zelfs maar kunt beginnen met vertinnen, zul je natuurlijk eerst de isolatie moeten verwijderen. Dat wordt in het normale spraakgebruik ook wat strippen genoemd. Via de link in de beschrijving hieronder kun je de uitleg zien over het strippen, methodes voor het verwijderen van de isolatie en natuurlijk het beoordelen ervan. Daarna hebben wij twee methodes voor het vertinnen van draad. Dat kan met een soldeerpot of het kan met een soldeerbout. Wij starten met de soldeerpot. De draad wordt eerst gestript. Let daarbij goed op dat de afzonderlijke aders netjes naast elkaar blijven liggen. Daarna brengen we gelflux of vloeibare flux aan op de aders. Daarna vegen we de doffe toplaag van het tin in de soldeerpot. En we dompelen de gestripte draad in het soldeertin. We dompelen de draad in het soldeertin tot vlakbij de isolatie. Op deze manier kunnen draden snel en met gelijk resultaat vertind worden. Een soldeerpot is natuurlijk niet overal beschikbaar of zelfs handig in het gebruik. Vandaar dat je vaak de soldeerbout gebruikt voor het vertinnen van een draad. Voor het vertinnen van een draad met een soldeerbout gebruik je liefst een vlakke stift. Zorg ervoor dat je een stift gebruikt die 4 tot 6 mm breed is. De temperatuur van de soldeerbout stellen we in op 280 graden. Op de soldeerstift veeg je eerst af en daarna voeg je een klein beetje tin toe. De schone, vertinde stift hou je onder tegen de draad. Voeg dan in de overgang tussen draad en stift een heel klein beetje soldeertin toe. Die dient namelijk voor de warmteoverdracht. Het soldeertin waarmee je de draad gaat vertinnen, voeg je altijd in de bovenkant van de draad toe. Start vlak bij de isolatie met je soldeerbout en beweeg dan naar het einde toe terwijl je een beetje soldeertin toevoegt. Nu we weten hoe we draden gaan vertinnen, gaan we het werk beoordelen aan de hand van de ASUS 120. In de beoordeling maken we geen onderscheid tussen de methode waarmee we de draden vertint hebben. Draad gelijkmatig vertint, geen uitstekende piekjes of dikke klonters soldeertin. Het vertinde deel stopt ongeveer 1 draaddiameter voor de isolatie. De isolatie is gesmolten, dat noemen we een afkeur. Draad is niet ver genoeg vertint. Afstand tot aan de isolatie is groter dan 1 maal de draaddiameter. Wil je meer weten over de hands-on training of IPC training en certificering? Neem dan een kijkje op onze website. Het webadres vind je hieronder in de comments. Vergeet ook niet het filmpje over het strippen van draden te bekijken. Heb je nog vragen? Zet deze dan in de comments. We geven je dan zo snel mogelijk een antwoord. Heb je zelf een onderwerp waarover wij een filmpje kunnen maken? Zet het dan in de comments. Misschien zie je dan binnenkort hierover een filmpje. Dankjewel voor het kijken. Vond je het interessant?
druk dan even op het duimpje omhoog en vergeet je niet te abonneren. Tot de volgende keer!